Als jullie gaan trouwen en niet meer seks, heb je even af. Dan is je relatie is klaar, dan zit helemaal geen passie en liefde meer in. Ja, bij jou moet het altijd om seks gaan. Helemaal niet. Zo niet. Wel. Ja. Ja. Perfect, man. Nee. Ja, ja, klaar met deze man. Waarom is dat een Friese voornaam? Dat is een Friese voornaam. Typisch Fries. Ja. Noike. Die is goed. Die is goed. Nathan. Goed. Zal ik op de knop drukken? Begin jij met de knop. Dat vond ik wel goed, want dat was misschien het slechtste video van het bankzetterskanaal ooit. Nee, dat is. 100%. Ja? Ja. Nee, ik vind dat de clip van factureren. Ik vond Weekend Robbie het beste. Factureren. Au, 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 stop, 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 stop. Nee, lang stoppen. God, zou ik kraken van de team zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van De Knop. Knoppie. Als we daarop drukken, komt er op dit scherm iets te staan. Een stelling, een vraag, een opdracht, whatever. Dat gaan we vanzelf zien, dat weten wij niet. Goed, zal ik op de knop drukken? Begin jij met de knop. Wie van de bankzitters maakt volgens jullie de minst originele content? Nee! Dit is toch goud, hé? Waar zijn heel wat knijpen? Dat is weer jouw. Hij zit weer zo te kloten met dat. Ja, maar wat moet ik dan met dat ding? Misschien kan je gewoon deze wel aanzetten ofzo. De club in met de boys. Grote spelers Matt en Koen. Mensen weten dat die mannen gaan doen. Zo, zo, zo. Ik moet zeggen dat jij hebt eigenlijk maar twee series, Koen. Je hebt Trout to Love en Gek op jou. En allebei zitten ze al boven de 30 afleveringen. En Gek op jou heeft maar 90 afleveringen. Dus je bent er bijna doorheen. Je hebt niet de neiging om binnenkort op iets nieuws over te stappen. Ja, ik zal hem. Droom. Heb je al iets in je hoofd? Op seizoen 2 begin ik gewoon weer opnieuw bij de eerste aflevering. De mensen zijn toch weer vergeten. Dat vind ik wel een goed idee. Dat is wel origineel. Nee, jij reageert tegenwoordig toch ook op tv-programma's? Ja, wel elke week een andere. Ja, daarom. Dat vind ik ook creatief. Elke week. Elke week. Elke maand dan. Elke dag een nieuwe. Elke dag een andere. Wat heb je? Originele serie. Ik zei allemaal niet origineel. Dat is wel de conclusie. Doe even toet. Nee. Maar wil je nog wat tegenin brengen of niet? Nee, ja, dan ja, ik hoop dat Matt een necklace ging doen. Maar doe even de necklace. Zo! Oh ja, mooi. Dat is wel origineel. Zullen wij naar de volgende gaan? Ja. Wie wil op de knop drukken? Ik. Oh, helaas. Ah, shit! Ja, oh, gestuurd, gestuurd. Oei. Onder wiens video is de volgende comment geplaatst? Wie vindt deze video ook zo saai? Goed, oh, zullen we even opzetten? Ja. Dan kunnen we misschien wel opzetten. Oh nee. Maar het kan niet Milo zijn, die maakt geen video's. Ja, ik weet ook precies wat het is. Ik weet het precies. Nou, leg het even uit, dan hoeven wij niet op te staan. Oh, ik weet het ook. Ja, heb je ook? Wacht even. Lekker rimmen. Ja, lekker rimmen. Nee, ik ga gewoon ook niks opschrijven. Het gaat wel over de rim duo toevallig. Oké, wie hebben jullie? Ik heb de bankzitters metaaldetector video. Metaaldetector video? Ik heb gewoon video. Iets van mezelf. Oh. Ik heb geen een van ons. Allemaal leuke content op onze eigen manier. Ik heb Rob. Ik heb NBA video van Rob of Roel, 20k views. Ching ching. Ching ching. Heb je ching ching erbij staan? Ching ching staat er niet bij, dat moeten we wel bij. Maar dat is het natuurlijk wel. Maar dat kan toch niet anders zijn dan dat? Die van mij hadden 40k. Ja, mijn eerste heeft ook 40k. Ja, mijn eerste heeft meer. Ziek. Ja, zijn eerste heeft 100k. Niet. Niet. Zeg me niet. Zeg me niet. Dat was gewoon denk ik op de laatste. Dat de mensen, we vinden het zo leuk dat er 80% is afgegaan. Ja, ik had de metaaldetector. Waarom dan? Omdat die tering saai was. Nee, dat was een hartstikke leuke video. Die was echt underrated. Ik vond dat echt mensen, ga je allemaal kijken. Maar dat is geen meervoud. Ik vond het wel goed, want dat was misschien het slechtste video van het bankzetterskanaal ooit. Nee, dat is. Ja? Ja? Nee, ik vind dat de clip van factureren. ik vond Weekend Robbie het beste. Factureren. Stop. Nee! Stop! Die versie vond ik wel aardig. God, zou ik kraken van de teams heen. Mag ik volgende week aflevering 1 van NBA van Rob op die knop hebben? Yo mensen! Yo mensen, Ben de editor hier. Mocht je nou echt een tof geluid hebben wat op het soundboard moet komen, laat het me even weten in de comment. Dan kan ik het flippen en in een van de volgende afleveringen toevoegen. Yo! Maar ik zit wel met, het is inderdaad een serie. Van video's. Ja. Als je dacht dat het nog een metaaldetector kwam. Ja, dat kan ook. Wat had jij dan? Ja, ik dacht de video van die NBA-video van mezelf. En Milo, sinds een paar maanden ben je helemaal woke. Klopt, ik heb besloten om niet meer te gaan haten als het niet nodig is. Kijk, als iemand echt ruzie zoekt, sta ik bij mijn mannetje. Jij zoekt ruzie met mij. Nee, helemaal niet. Dikke hond, doet het nu weer.
Kijk, dan doe ik het wel. Als het niet nodig is, kijk nu, ik vind dat jullie allemaal leuke content maken op je eigen originele manier. Ja. Ja, dan ga ik, niemand opschrijven. Op het moment dat Mary dat zegt zonder... Met 6 likes. Mary. Wel 7 antwoorden, waarschijnlijk zijn er 7 mensen die zeggen, hoi, lekker, het is fucking leuk, Mary. Gelijk. Ik denk dat 1 antwoord is, je hebt ongelijk, en de andere 6 antwoorden zeggen, het is Vint met een T. Zeg. Of het zijn van die bots. van die seksbots. Vint met een T, dat kan allemaal niet. Jawel. Oei. Ik hoor zojuist vanuit mijn rechteroor dat het allemaal goed hadden, behalve Rowan nu. Gefeliciteerd, dit is een goede prijs. Oh, wow. Oei. Rowan, Robbie. Voorzien de scène van voetbalcommentaar. Oh, voetbalcommentaar, oké. Houd die. Oh, yes, hij gaat naar binnen. En hij kruist naar binnen. Ja, de opening is gevonden. Hij zit erin. Goal, goal. Hoe lang gaan ze dit volhouden? En daarnaast, hoe lang gaat het duren voor de volgende? Volgens mij staan er dingen achter jullie. Snel naar achter. Wow, oh my god. Dames en heren, jullie allemaal even de handjes boven tafel hebben, alstublieft. Ik zie Mattie alweer kijken. En we gaan juichen op het moment dat hij binnenvliegt. Hij gaat op. Wat gaat hij doen? Hij pakt een condoom. Waar pakt hij een condoom op een voetbalveld? Hij zit in een jacuzzi, hij draait zich alvast om en hij pakt een waterballon. Zo, dat wordt zeker via de achterkant komt hij het veld binnengesprint, denk ik. Als ik nu even goed kijk, godverdomme, wat een sensuele tekst. Directe wissel. Hou, ik word bloed. Onder water is steen. Wow. Er kijken ook minderjarige mensen hier naartoe. Ik stop even met het voetbalcommentaar, ik ga zelf even kijken. Als je goed in de jacuzzi kijkt, zie je dat ergens nog een horloge ligt dat Koen daar de vorige avond is vergeten omdat hij te dronken was. Oh, maar de commentatoren mogen nu zelf een beetje hitsig, dus wij gaan weer zitten zodat je niks gek ziet. Weet je nog dat Koen anti-jacuzzi was en omdat hij zei dat er in geneukt werd? En toen zei iedereen van nee, dat valt wel mee. Nou. Maar kan je nog even vertellen dat je, wat er met je horloge was gebeurd? Ja, ik wel. Ik moet zeggen, halfje. Nee, wij waren in Benidorm was dat. En toen hadden we, wel een sappie gedronken. We hadden een drankje op, zou je kunnen stellen. We hadden een drankje op, dus ik had misschien wel 2 of zo. Mand! Iets korter. Dus ringen we. Nee, niet sneller, korter. Jacuzzi, ik zitten, horloge af. Kwijt. Horloge kwijt. Dag erna komt onze cameraman van Koen, je horloge lag op de bodem van de jacuzzi. Ja, maar wie zat jij in die jacuzzi? Met de cameraman? Ik weet niet, ik was tering bezopen. Ik heb hier namelijk beelden van, maar ik weet niet of die jij zat erbij. Worden. Jullie zaten met z'n tweeën lekker... Ja, ik heb lekker, dat gefilmd. Beetje zo... nu herken ik het. Jullie waren dit. Wat is hier precies vermakelijk aan? Wat is hier de content van? Ik denk dat dit 50 Shades... Bloedgeil? Nee, dit is heb jij nooit, Matt, heb jij nooit, als jij met je vriendin een film ligt te kijken en op een gegeven moment komt er zo'n scène als dit? Er komen nooit scènes als dit. Ja, dan kijk je niet. Was het gewoon, als je 50 Shades of zo we zijn verliefd en dan de volgende dag worden ze wakker. Wat daartussen gebeurt, dat is gewoon... Ik had wel vaak dat wij samen woonden. Dan keek je een serie. En dan was de keuken was ontstopt en gefixt en zo. En dan komen ze bij het intieme deel. Maar daar was ik allemaal niet geïnteresseerd in. Maar dat staat dan hardop. En dan denk je, ja, als nu iemand naar boven komt lopen, die hoort dan die seksgeluiden van die film. Nee, wij wisten precies wat voor geluiden Lieke maakte. En dat kun je echt onderscheiden. Nou. Nee. Niet zo smeren. Wat doet Lieke onder de tafel? Je deed altijd dit. Ja, goed. Ja, mooi. Ik dacht dat Koen aan schreeuwen was. Nee. Goed, volgende vraag. Nee. Vraag tegen 5 van de bankje is altijd. Dat is een hele korte. Ik weet niet hoor, wie dat is. Ja, het was voorheen aan het Koen, maar tegenwoordig ben ik het. Ja, inderdaad. Ik denk maar vandaag was ik trouwens als eerste. Nee, ik was als tweede. Jij was er al. Wie was er vandaag te laat? Jullie waren allebei te laat. Ja, maar net, 2 uur ik was niet te laat. Nou ja, we moesten om 11 uur zijn, je was om 10:15. In mijn ogen ben je gewoon te laat. Nee, gewoon op tijd, maar iets anders. Op tijd, maar iets anders. Maar voor mij hebben we allemaal wel een trekje dat we altijd weggaan. Precies, en dan komen we met als arriveertijd 5 minuten laat, die rijden we dan goed. En dan kom je eraan, dan moet je nog parkeren en lopen, dus dan zijn we eigenlijk al... Als je niet goed kan rijden, Het kut is, als je dichtbij bent, zoals ik nu, dan kan je het niet meer inhalen. Dat is bij mij het mooie is ook dat jij, dat vind ik dan heel mooi, dat Rob Zoetwojo net een vet ongeluk gebeurt. Ja, bij mij in Eindhoven, zei Koen, oh ja, dat was ik net ook, terwijl jij in Amsterdam woont. Ik moest naar Utrecht toe. Nee, en je dacht echt dat daar een ongeluk was. Maar toen zei ik dus ook van, wat de fuck doe jij hier? En jij dacht waarschijnlijk van, hoezo vraag Rob dan? Maar ik dacht echt, wat doe jij in Eindhoven? Heb je daar soms een buitenechtelijke affaire? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, maar je moest in Rotterdam zijn, wat moest je daar dan doen? Feyenoord. Volgende vraag! Hupsakee! Wie zou eerder een boksgevecht winnen? Michael Scott van The Office of Cartman van South Park? Nee. Ben jij fan van South Park? Ik vind South Park wel een leuke serie. Ik heb laatst de eerste 2 afleveringen van The Office gekeken. Eerste seizoen niet leuk, moet je doorheen komen, maar daarna best serie. Hoeveel afleveringen? Volgens mij 9 seizoenen. 9 seizoenen. Jezus. Ja, South Park heeft voor mij 100 keer meer. Wordt het nog nieuw gemaakt ook, ja toch?
Nou, dan komen er gewoon nieuwe afleveringen van. Ja, volgens mij is dat echt wel zo. Vier man, geen idee. Ik denk South Park nog nooit echt gekeken. Nee? Ja, wel is dat het leuk. Ja, die eerste film is Timmer. Goed. Timmer! Die ken je toch wel? Ja, dat ken ik. Cartman ook. Is die game zien? Ja, maar dat is echt gewoon, als je dat aanzet, is altijd leuk. Ja, maar ik zit bij Office nu bij aflevering 3 of 4 of zo, maar ik vind het nu al best wel grappig. Wat vind je dan bijvoorbeeld grappig? Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, die man die is dan zeg maar dus de baas. Mark Scott. Oh, trouwens, daar gaat de vraag ook over. En die, dat is die toch van die meme die zo... No! No! God, no! Dat. Ja, dat ziet er totaal niet leuk uit. Ik ga het nu kijken. Nee, heb je het nooit gezien? Nee. Echt niet? Nee, het is echt wel geheim. Wij hebben een aflevering gekookt met silicon carne. Dat was voor de Office. Waar heb jij het over? Dat wij chili con carne hadden gekookt en dat was dan voor de aflevering van Prime Video. Pils, chili. Chili con pils, pils con carne. Ik heb nog nooit chili con carne op. Nooit gegeten. Heb ik zo, jullie? Jij hebt zegt iets wat niet waar is. Wat een kutverhaal. Nou, maar wie zou het weet ik veel, Michael Scott of zo? Nee, Cartman. Maar moeten ze tegen elkaar of moeten ze gewoon at random? Wie zou eerder een boxgevecht winnen? Ja. Elkaar. Ja, tegen elkaar natuurlijk. Waarom snap jij de vraag wel? Nee, ja. Links moet tegen Glenn Fontein en die rechter moet tegen jou. Ja, nou, dan denk ik links. En dan hoop ik hier van links. Ik ga niet meer drukken, man. Ik denk dat Cartman zou winnen, man. Okay. Ook. Die is hartstikke sterk. Alle dikke mensen komen mij sterk over. Heb je dat ook niet? Bijvoorbeeld erop. Nee, als ik iemand zie die echt gewoon stevig gebouwd is, denk ik meteen zo, dan wil ik niet meer vechten. Dat heb ik bij Rob altijd wel in ieder geval. Ja, oké. Hey, oh, Prime Manager. Kijk eens. Wat komt hier aan? Wat staat hier trouwens? Ah, de Bim-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam. Noem ons de beurt een Friese voornaam. Zijn jullie ook benieuwd of die begint met de letter. Zijn jullie benieuwd of hij naakt is onder het pak? Of hebben jullie helemaal nee, ik heb hem gezien. Ik heb net even in de kleedkamer gekeken, dat is zo. Geen lelijke kamerman trouwens. Voor zover die kamermannen natuurlijk gemiddeld. Jongens, Friese voornaam met de letter. Friese. Kennen jullie een Friese voornaam? Joke, ja, Joke is Cor Pieter. Nee, Bobke. Kut. Binnen. Het is de letter N. N. Zal ik beginnen? Ja. Nico. Die wilde ik ook zeggen. Dan is maar waarom, is dat Nico. Een, waarom is dat een Friese voornaam? Dat is een Friese voornaam. Typisch Fries. Ja. Noike. Die is goed. Die is goed. Nathan. Nieuwke. Nomi. Dat is echt een Friese voornaam. Ja, Nomi, ja, dat is een Nigeriaans. Nee, Nomi. 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 Maar Nomi, wat is dat? Die is goed. Je verstond het verkeerd. Nelis. Nee, ja, goed. Nathaniel. Nathan en Nathaniel. Duurzaam is Duits. Dus importvries. Ik weet er nog één die echt klopt. Wat is eerst? Nelleke. Ja, Nelleke is goed. De achternaam is Natnek. Ja, e-sporter van Heerenveen. Niels Christ. Ja, Niels. Ja, ja. Oh, die ken ik wel. Ja. Maar hoe lang gaan we dit nog doen? Ja, tot jij er geen meer weet. Sleep. Zullen we nog even één keer draaien? Ik ben benieuwd of we nog andere namen kunnen denken. Ja. En D. Jij bent. Ik ben een hele goeie. Dominique. Dat is echt geen Friese naam. Ja, wat is dat dan? Douwe. Douwe. Ja, Douwe. Douwe, ja. Douwe. Gaan we de andere kant maar op? Maar Bob dan ook, of niet? Dat is een begin met de B, man. Oh, okay. B, man. Begin met de B. Dislek. Hij heeft een dop. Hij heeft op je tafel zo van die de B en D. En zo. Dit is de B en dan is de B. Ik ken het niet. Jij wel. En hebben jullie ervaring met Friese vrouwen? Cool. Jij wel, hè? Ik zit even na te denken. Ben je wel eens naar Sneekbeek of Appelhof geweest? Nee. Wel naar camping Renesse, man. Ben je naar Renesse geweest? Ja. Renesse is Zeeland, hè? Ja, Zeeland. Ja, een beetje een leuk verhaal. Ligt aan de andere kant van Nederland, hè? Nee, helemaal. Helemaal niks ordinairs gebeurd. Maar in een tentje ook echt? In een tentje, ja. Nee, een vriendengroep van mij, zat ik in de vijfde, denk ik. Die ging echt een week. Voor de eerste of de tweede? Ik wou zeggen, de hoefde keer van de drie. Middels. Laten we het op middels houden, dus ik altijd zeg. Tering lult, hè. Die ging een week met z'n allen naar Renesse. Ja. En nou, een week vond ik wel een beetje. Een week is heel lang. Ja, heel lang. Ik vond een week vond ik wel een beetje aan de lange kant. Dus ik zou dan ongeveer halverwege zou ik dan 3 dagjes nog komen. Ja. Was allemaal akkoord. Ja. Dus op die derde dag voor hun kom ik daar aan. Voor mij de eerste dag. Nou, dus ik kom daar aan. Ja. En er staat daar een volk. Nee. Niet normaal. Nee. Zo tokkie. Nee. En allemaal van die bierkratjes van die tent opgestapeld en zo. Nee. Nou, dus ik wou lekker zuipen, daar niet van. Ja. Maar ik voelde me niet op mijn plek. Nee. Dus toen de volgende ochtend wakker geworden, tijdje geslapen. Engeloesoe. Eén nachtje geweest. Ja, dit was je hebt helemaal geen vieze dingen gedaan. Nee, helemaal niet. Nee. Maar, nee. Maar dus met jij gaat dan naar Renesse, ja. Maar dan heb je dan je pa ook de volgende ochtend van nee, kom even ophalen. Ja, ja. Ik vond het zo gek. Ik kan me terecht ophalen, ja. Dat zie ik. Je vader had me gedempt weer.
Laatst nog. Ja, maar die stuurt altijd alleen maar haatberichten naar mij. Ik had een foto van curryworst had ik geplaatst, want ik was in Duitsland. En zei die, ziet eruit alsof het al eens een keer is gegeten en uitgekotst. Wat? En mijn vader had gestuurd nu. Ja. Zou jij gewoon een lekkere foto van je eten maken? Je dacht, dit is gewoon echt ziet er gewoon lekker uit gewoon. Ja, toen heb ik hem haten genoemd. Oh, dat was hem. Zo! Ah, het beginning to look. Klopt, ik ben. Mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal. Hey, als je een mic hebt, moet je toch rappend de outro doen? Ja, dat is, altijd, dat is echt altijd. Rob zat ineens te denken. Waarom Sint hem ging schenken? Toen ging hij naar de NBA. Maar volgend jaar doet hij niet meer mee. Campagne voor €600. De deur ook. Hardcore is leven, wij zijn hardcore, en hardcore wil... Never die! Nu komt dan het liedje van de outro. Nee. Tot de volgende keer. You.